Hartstikke leuk evenement. Leuke band, leuk publiek en goed bezocht. Dus vind een prima avond. Breda Nu. Komt hij nou bij? Dat ze hier in Ulvenhout? Af, hè? Ja, Ulvenhout. Nou, we zijn hier vorig jaar ook geweest, een aantal avonden. Het is gewoon heel gezellig. We komen van Gils op fietsje. We nemen een hapje mee en we hebben de avond van ons leven. Ja, ik zag jullie al zitten en ik dacht, nou, die mensen moet ik wel even wat lekker ouderwets of gezellig op een kleedje. Is leuk, ja. Gewoon lekker een beetje hangen hier, een beetje kletsen, lekkere muziek. Kan eigenlijk niet beter dan een lekker zomerse avond. Het weer werkt ook mee. Alles werkt mee, ja. Wat vindt u ervan deze avond? Ik vind het heel leuk om de muziek toch uit het begin van je jeugd eigenlijk weer te horen. En heel veel vergeten nummers. Die je dan toch weer herkent? Je herkent ze, absoluut. Ja. Is dat fijn om te horen? Ik vind dat heel fijn om te horen. We zijn vandaag niet in het mooie Breda, maar in Ulvenhout. Wat vind je ervan? Hartstikke leuk evenement. Leuke band, leuk publiek en goed bezocht. Dus ik vind het een prima avond. Hoe zijn je nou op deze avond nog gekomen? Ja, op een gegeven moment werd dit park aangelegd en dat was eigenlijk de bedoeling dat Ulvenhouters elkaar zouden gaan ontmoeten in dit park. Dus op een gegeven moment kwam de voorzitter van de dorpsraad, kwam ik hier tegen en die zei van wat vind je van het park? Ik zeg mooi! En wat is het idee erachter? Nou, Ulvenhouters moeten elkaar hier gaan ontmoeten. Ik zei ja, moet je zorgen dat er iets gebeurt in dit park? En toen kreeg ik gelijk de bal terug en zei van kun jij dan niet iets regelen? Nou, dat was 7 jaar geleden en dit is het resultaat. Vanavond hebben jullie ook een soort van ode gedaan aan Johnny Lyon. Hoe komt dat zozeer? Ja, dat hebben we gedaan omdat Johnny Lyon een groot deel van zijn leven in Breda heeft gewoond. En ik heb hem zelf ook mogen leren kennen. En een enorme, aimabele, sympathieke man. En toen wij in januari hoorden dat hij helaas was overleden, toen besloten we al snel om dat nummer van hem, Sofietje, om dat in ons repertoire op te nemen. Ook omdat het qua tijdsbeeld goed past bij het rest van ons repertoire. Ja, je zag ook wel echt dat het aansloeg op de mensen. Ze gingen gelijk meezingen en meebewegen. Ja, nou dat is inderdaad zeker fijn, want wat dat betreft is het hier een heerlijke avond. Met alle respect, wat ouder publiek. Maar ja, goed, dan betekent het ook dat die mensen de muziek die wij spelen kennen. Want net als Sofietje, dat nummer van Johnny Lyon, dat is uit 1965. Dat is 54 jaar geleden. Dus ja, dat is voor de jongeren is dat misschien niet zo heel bekend meer. Maar we merkten vanavond dat overigens dat oud, maar ook wat jongere mensen het wel degelijk nog meezongen. Dus prachtig om te zien. Breda Nu.